Peter wordt opgeleid tot politiehond. En hij leert de politie te ondersteunen op straat als het echt uit de hand dreigt te lopen. Oh. Je loopt voorwaarts in die richting. Ja. Volgen. Bumper komt uit een nestje van 8 puppy's en is gekozen omdat hij het sterkste karakter heeft. Amper 2 maanden oud werd Bumper plots een beroemdheid. Dat begon met een foto op Twitter en ook een filmpje van Bumper op social media ging viral. En nu heeft hij 125.000 fans. Normaal koopt de politie getrainde honden, maar politieman Stefan, het baasje van Bumper, traint de hond zelf tot volwaardige politiehond. Oh, ja. Als je van zo'n puppy echt een stoere politiehond wil maken, dan heb je natuurlijk niet zoveel aan een kleine angsthaas. Oh jongens, wat gezellig. Maar Stefan, je kan met die puppy's ook niet echt een sollicitatiegesprek voeren, toch? Dus hoe weet je nou of zo'n beestje een beetje een stoer karakter heeft? Ze hebben natuurlijk allemaal honger. Ze willen allemaal eten, want het zit natuurlijk ook in het instinct, hè, om te overleven. Ja. En degene die dan het meeste moeite doet om uit voer te komen, dat is vaak ook degene die het meeste temperamentvol is. Jongens. Dan ga ik ze er een beetje van afduwen en dan kijk ik gewoon wie er nou heel erg zijn moeite doet om er weer bij te komen. Dan doe ik ze er weer even van af. Oh, ze zitten helemaal onder. En die zwarte, die komt wel iedere keer terug naar de bron, zie je dat? Ja. Echt wel, die bak in, want die denkt, daar zit veel meer in. Ik ga niet van de grond aflikken. Dus die het meest doorzet? Ja, nou die zwarte die is eigenlijk niet weg te duwen, zie je? Die is niet te stoppen, hè? Die is eigenlijk niet zo rood, die heeft al een paar keer mijn vingers gehad, mijn zwarte ook. Als ik het moest zeggen, Janouk, dan ging ik voor zwart. Dus dan hebben we een winnaar. Dit is onze politiehond. Gefeliciteerd, jongen. Oh. Stefan, zijn alle honden nou gewoon geschikt als politiehond? Nee, absoluut niet. We kiezen eigenlijk altijd wel uit de herders. En van de herders pakken we vaak de Mechelse herder. Ja? Ze hebben een hele grote werkdrift. Ze zijn intelligent, ze zijn sterk, ze zijn moedig. En dat allemaal zoeken we in een goede politiehond. Vooruit. Op de hondenbrigade in Rotterdam trainen ze elke dag met de honden, zodat ze overal op voorbereid zijn. Kom hier. Juist, dat is knap. Ja, goed man. Ze trainen hier met 38 politiehonden. Maar waarom gebruikt de politie nou eigenlijk honden? Dat komt omdat een hond een aantal voordelen heeft ten opzichte van de mens. Hij is sneller. Hij heeft een betere neus. En hij heeft sterkere kaken. En die kwaliteiten komen bij het politiewerk heel goed van pas. In Nederland zijn er 440 hondengeleiders en die gebruiken allemaal verschillende soorten honden. Er zijn honden die explosieven kunnen opsporen. Honden die de douane helpen bij het zoeken naar drugs en geld. Honden die mensen redden en brandhonden. Die kunnen, ook als de brand eenmaal geblust is, nog steeds ruiken of die was aangestoken. Bumper hier die moet straks, als die examen doet, 3 dingen kunnen. Dreigen, bijten en speuren. En met dreigen wordt bedoeld dat ze de ruilschoppers bang kunnen maken, dat ze ze kunnen intimideren, zodat ze afdruipen. Tweede is bijten. En dat wordt hier geoefend. Ja, dat is goed, man. Het derde, speuren, betekent dat als er ergens een verdachte verstopt zit, dat Bumper die moet kunnen opsporen. Nou, ik ben nu weer even crimineel en ik ga me hier in dit pand verstoppen. En dan maar eens even zien of Bumper mij kan vinden. Ik heb dus knoflook meegenomen. Dat ruikt zo sterk dat hij echt onmogelijk nog mijn geur kan ruiken. Hoop ik natuurlijk. Zo, en nu op zoek naar een goede plek. Zo. Zo. Prima. Zo. Nou, die gaat mij niet vinden, hoor. We gaan naar het boerenbokterrein. Daar heeft een verdachte van een inbraak zich verschanst in een van de panden daar. Politie, voorschuim, door het inzet. Ja, kom maar. Hij heeft me gevonden. Luister maar, hierheen kan wel lopen. Echt,
Als crimineel is er echt niks meer aan als er van die politiehonden bij zijn. Nee, precies. We gaan je altijd vinden. Maar heeft die knoflook dan ook gewoon niks geholpen? Knoflook helpt niks. Hij vindt het misschien lekker, maar hij gaat gewoon mensen zoeken. Slim. Oh, dit had ik natuurlijk gewoon moeten doen. Hier, bam. Had hij gewoon nooit door die scherven naar boven kunnen komen, toch? Hebben we aan gedacht. Ja. Oké. Kijk, ik kan gewoon over het glas lopen, geen probleem. En het mooie is, ik draag bumper op links, zodat ik op rechts altijd nog mijn vuurwapen kan trekken als dat nodig is. Is ook nog aangedacht? Dat is ook aangedacht. Oké, maar stel, ik ga ergens zitten en ik trek mezelf met een touw omhoog. Ik haal dat touw weg of ergens anders waar je niet zomaar kan komen. Helpt dat nog? Ook daar hebben we op getraind. Lekker, Bumper is ontspannen, kijk maar. Bumpertje! Tijdens zijn training leert Bumper om rustig te blijven in angstaanjagende situaties. Hij moet niet de paniek raken op grote hoogte en in extreme omstandigheden. Zo is hij na zijn training inzetbaar in de meest extreme situaties. Misschien wel het moeilijkste moment voor een hond is nieuwjaarsnacht. Want als honden ergens een hekel aan hebben, en ik trouwens ook, dan zijn het wel de knallen van vuurwerk en rotjes. Toch moet Bumper ook dan, net als de menselijke collega's, wel gewoon zijn werk kunnen doen. Het is voor een hond heel onnatuurlijk om in zo'n situatie waarbij de politie moet ingrijpen, niet weg te rennen van al het vuurwerk en het vuur, maar er juist gewoon vol op af te gaan. Bumper die oefent gewoon regelmatig mee met de politie, zodat hij aan alles gewend raakt en straks ook echt in iedere situatie goed kan functioneren. En denk je nou dat honden pas sinds kort gebruikt worden? Dan heb je het mis. De eerste echte politiehondenbrigade ontstond in 1898 in het Belgische Gent. De stad was onveilig omdat er geen geld was voor nieuwe agenten. En daarom besloten ze 3 honden aan te schaffen. Het was meteen een groot succes en 10 jaar later besloot ook Den Haag als eerste Nederlandse stad politiehonden te gebruiken. Al meer dan 120 jaar worden politiehonden als Bumper ingezet. En als ik hier zo sta tussen die hooligans en die ME-mensen, dan heb ik wel echt steeds meer respect en bewondering voor deze beesten. Stefan, mag ik Bumper anders nemen? Want dan voel ik me denk ik net even wat veiliger. Nee, dat kan echt niet. Bumper is gekoppeld aan mij. Wij doen samen examen, zodat wij legitiem de straat op kunnen. Dus een politiehond is altijd bij één baasje, nooit bij meer. Dan blijf ik gewoon achter jou. Heftig. Hé, Bumper? Oh, nou kan ik er gewoon weer mee knuffelen, hè? Is het gewoon een schoothondje? Hé, Bumpy,